Duitsers. En de vroegere tijd van Napoleon, als toen de soldaten voor een wijnkelder hadden veroverd. En als ze geen zin om al die ijzers en al die kurken af te halen, was gewoon een zwaard of een degen. Toen met één klap gewoon de hals van de fles eraf. En door het drukken in de fles, blijft de champagne daarna gewoon drinkbaar. Hij staat er al aan.